Goedemorgen, lieve mensen. Dit is Lumeria met positieve berichten op dinsdag 9 november. En ik pak inmiddels een kaart en die is wel van toepassing. Zal ik hem gelijk maar laten zien? Deze. Dat is mijn tuin. Een paar jaar terug en ik ga zo meteen voorlezen. Het is 9. Ik kijk nog even goed in mijn agenda, want ik wil geen fouten maken. 9 november en het is een 61-7 dag. Dat betekent, we zitten in die zorg en samenleving en liefdecyclus, de gezelligheidscyclus, gaan appeltaart bakken. Het is heel goed om met je iets jongere kinderen, maar wel 8, 9 jaar, om dat te gaan doen. Als je ze thuis hebt, om ze dan toch iets creatiefs te laten doen, maar ook rekenwerk. Hè? Als je zo'n appeltaart gaat bakken, dan heb je een recept. Ga niet op het pak kijken, pak een kookboek. Pak gewoon, en ga gewoon met je kinderen een mooi boekje maken waar jullie je recepten in doen. Want misschien vindt jouw kind geen rozijntjes er lekker in, maar wilde bijvoorbeeld cranberries in de appeltaart of helemaal niks. Oh ja, M&M's, dat mag dan wel, mijn kind. Maak dan een leuk boekje, want we komen weer in de tijd dat de kinderen ook vaker thuis zitten en rekenen creativiteit met de handen bezig. Dat is de fijne motoriek. Maar vooral rekenwerk komt bij appeltaart. Want je moet alles afmeten van hoeveel moet je iets hebben om die appeltaart tot een succes te maken. En ik ben ook wel van een beetje van de dit, een beetje van de dat. Maar maak dus met jouw kind een leuk kookboekje. Dat is heel belangrijk. Dat je, als je, en zeker iets lekkers, iets zoets, iets lekkers, dat vinden kinderen leuk om te maken. En dan zo nu en dan voeg je dan een hartiger gerecht erin. En als kinderen dat leren, hoe leuk het is om met voedsel te werken, ze leren ondertussen dan dus ook rekenen. En ze lezen, ze moeten goed lezen. Ze moeten ook lezen welke stappen. Dus coördinatie, planning, dat komt er allemaal bij zo'n appeltaart. Dat vergeten we wel, ah, je hebt een appeltaart bakken. Nee, ga maar appeltaart bakken vanuit ook de intentie om je kind te leren plannen, te leren rekenen, de fijne motoriek te stimuleren en te aarden. Verbinden met moeder aarde. Respect hebben voor datgene wat je eet. En dat wanneer je zelf iets gedaan hebt, dat hij dan nog veel lekkerder smaakt. Nou, tip voor vandaag. Het kan een dag zijn waarop je hoofd vol zit, waarop je dilemma's op je pad krijgt. Dat soort dagen. Ik heb affirmatie 23 uitgekozen, die kwam eruit. Vanuit mijn eigen centrum kan ik staande blijven onder de drukke dag. Ik ben verbonden met moeder aarde. Goed, ik ga jullie een mooie dag wensen. Ga lekker appeltaart eten. Heb je een recept nodig? Google het even. En anders stond het ook in een van mijn magazines. En volgens mij ook wel in de agenda staat hij ook heel vaak bij augustus doen we dat vaak. Kijk of die in de heksagenda staat. Maak een appeltaartje. Ach, ja, staat hier. Ja, ritueel. Dat is een ritueel van Mabel. Je koopt heerlijke appels en lekkere marsepein. Ja. Ja. En banketbakkersroom. Maar alleen wel degene die je kan bakken. Bloem en alles wat je nog meer nodig bent. Nou ja, dat is handig voor mij dat ik dat er zo goed bij zet. Oh, ik heb het. Kijk, het staat er allemaal in. Heel veel liefde erin stoppen. Dus het is echt heel een prachtig leerproces, appeltaart. Goed, lieve mensen, ik wens jullie een hele mooie dag. Dag allemaal.